Amsterdam, 1941. Nederland is 8 maanden bezet door Nazi-Duitsland. NSB'ers, leden van de Nederlandse Nazi-partij, gaan in verschillende steden de straat op om Joden te terroriseren. Ze marcheren door de straten en hangen Joden niet gewenst borden op bij cafés. Niet iedereen laat dit zomaar gebeuren. In verschillende steden komt het tot vechtpartijen. Als tijdens gevechten in Amsterdam NSB'er Hendrik Koot dodelijk gewond raakt en een Duitse politiepatrouille in ijssalon Coco met gas wordt bespoten, is dat voor de Duitse bezetter een welkome aanleiding om in te grijpen. Op 22 en 23 februari slaan zij toe. Toen ik het Jonas Daniel Meijerplein naderde, hoorde ik Duitse soldaten bevelen schreeuwen. Op het plein zag ik allemaal Joodse mannen zitten op hun hurken en met hun handen achter hun hoofd. Het waren er wel 100 of 150 of zo. Tussen de rijen liepen soldaten heen en weer. Als iemand wankelde of zijn armen liet zakken, dan kreeg hij een trap met een laars of een duw met de kolf van een geweer. Hun gezichten waren spierwit en ze keken met grote, angstige ogen naar die soldaten omhoog. Regelmatig kwam er een vrachtwagen voorrijden. Daar werd dan zo snel mogelijk een groep ingejaagd. Ruim 400 jonge Joodse mannen worden afgevoerd. Veel Amsterdammers zijn diep geschokt. Er moet iets gebeuren. Op 24 februari 1941 roept de Communistische Partij tijdens een vergadering op de Noordermarkt op tot een proteststaking. De volgende dag gaat het snel. De stakingsoproep wordt overal in de stad verspreid. De Amsterdamse droogdokmaatschappij, de scheepsbouw, de Vrieslens, Fokker. Overal staken ze. De ponten varen niet meer, de trams rijden niet. De winkels die zijn bijna overal gesloten. Staking, algemene staking tegen de jodenvervolging. Tegen de onmenselijkheid. De tweede stakingsdag wordt er ook in andere steden gestaakt. Tienduizenden leggen het werk neer en gaan de straten op. Maar strijk gibt es nicht im Dritten Reich, zegt SS-chef Rauter. Die dag rijden Duitse troepen schietend rond. Er vallen in Amsterdam 9 doden. Honderden stakers worden gearresteerd. De staking wordt gebroken. Begin maart worden 5 opgepakte mannen gefusilleerd. De februari-staking is de enige massale protestdemonstratie tegen de jodenvervolging in Europa. Een historisch moment van solidariteit. Na de oorlog eert koningin Wilhelmina de verzetshouding van de Amsterdammers door aan het wapen van Amsterdam de woorden heldhaftig, vastberaden en barmhartig toe te voegen. In deze tentoonstelling vertellen wij het verhaal van 3 Amsterdammers die een actieve rol speelden bij deze unieke verzetsactie. Met dramatische gevolgen.